Radboud. Het UMC Sint Radboud in Nijmegen moet tientallen miljoenen bezuinigen. Een bibliotheek, museum, bank en VVV-kantoor samen in één gebouw. Het fenomeen Cultuurhuis heeft zijn beste tijd gehad. Ja, wie gaat dat betalen, hè? Het festival Gelegerd in Gelderland zet het militaire erfgoed volop in de belangstelling. Die militaire geschiedenis is eigenlijk overal om ons heen, maar we zien het vaak helemaal niet. Goedenavond, het nieuws van zaterdag 23 juni. Het UMC Sint Radboud in Nijmegen gaat de komende 3 jaar in totaal 85 miljoen euro bezuinigen. Dat is nodig omdat het ziekenhuis minder geld krijgt door bezuinigingen van het Rijk. Door de besparing bij het Radboud ziekenhuis verdwijnen er banen. Hoeveel dat er zijn en of er gedwongen ontslagen vallen is nog niet bekend. Het ziekenhuis denkt dat de kwaliteit van de zorg niet in het geding komt en denkt dit te kunnen bereiken door slimmer in te kopen en efficiënter te werken. Sinds 1 januari geldt er al een vacaturestop. Uit onderzoek van adviesbureau Deloitte eerder deze maand blijkt dat het Radboud in de top 5 van armste ziekenhuizen van Nederland staat. Vakbond Nu 91 laat weten zich vooral geen zorgen te maken over de bezuinigingen bij het Radboud ziekenhuis voorlopig. Wel geeft de vakbond aan dat als er meer bezuinigd moet gaan worden, het wel pijnlijk wordt. Cultuurhuizen. Jarenlang werden ze met behulp van provinciale subsidies gebouwd. Zo konden allerlei instanties en verenigingen onder één dak worden ondergebracht. Alleen het subsidiepotje is nu leeg en dat betekent dat er een alternatief moet worden gezocht. Het CDA in Gelderland ziet kansen om leegstaande ruimtes te benutten voor sociale activiteiten. Alleen ook daar is geld voor nodig. Het Cultuurhuis in Eibergen is een groot, modern gebouw met ruimte voor welzijnsorganisaties, muziekverenigingen en scholen. 3 jaar geleden werd het pand opgeleverd. Kosten bijna 3 miljoen euro. Alleen staan veel ruimtes nu leeg. En zo staan er ruim 50 van dit soort cultuurhuizen in Gelderland. Ook in Beltrum staat een groot dorpshuis dat na 40 jaar aan vervanging toe is. Alleen worden er daar geen miljoenen aan uitgegeven. Ja, wie gaat dat betalen, hè? En dat is wel het lastigste op dit moment. Terugtrekkende overheid. De mensen en maatschappij moeten zelf opkomen dragen voor hun exploitatielast op de lange termijn. En ja, we hebben gemeend om dat niet te doen, dat niet te kunnen. Omdat we dan een heel groot offer moeten brengen richting een Beltrumse gemeenschap die dat wel met z'n allen moet gaan bekostigen. Het nieuwe dorpshuis wordt gevestigd in meerdere al bestaande gebouwen. Zoals de kerk, een leegstaande basisschool en het verzorgingshuis. Het initiatief wordt toegejuicht door de CDA-fractie in Provinciale Staten, die een voorstel indient om 6 miljoen euro uit te trekken voor de nieuwe, goedkope dorpshuizen. Dat betekent dat de jaarlijkse exploitatielasten laag blijven. Er wordt wel geïnvesteerd ongeveer 9 ton. Maar dat is toch een heel ander verhaal dan 3 miljoen wat gemiddeld het geval is. En dat is een goede slag voor de dorp zoals hier in de Achterhoek. Het voorstel van het CDA wordt woensdag behandeld in Provinciale Staten. Kees Bakker is de nieuwe voorzitter van voetbalclub Vitesse. Hij volgt Bert Roetert op die donderdag opstapte, omdat hij vanwege de reorganisatie bij de Arnhemse club zijn invloed te beperkt vond. Bakker is op uitdrukkelijk verzoek van de overige leden van het stichtingbestuur benoemd tot nieuwe voorzitter van Vitesse. Hij blijft ook aan als lid van de Raad van Commissarissen. Die raad bestaat verder alleen nog uit eigenaar Merab Jordania. Jordania bezit 99% van de aandelen. Bakker wil, ondanks de veranderingen door de Vitesse-eigenaar en de gevolgen voor mensen op belangrijke functies, zijn positie niet opgeven. Eerder moesten al 2 directieleden opstappen en liet Jordania-trainer John van den Brom gaan naar Anderlecht. Het is het grootste erfgoedfestival van Nederland en is vandaag op landgoed Bronbeek in Arnhem begonnen, Gelegerd in Gelderland. Het festival geeft de rijke militaire geschiedenis van Gelderland weer. Met dit kanonschot opent commissaris van de Koningin Cornielje vanmiddag het erfgoedfestival Gelegerd in Gelderland. Het festival duurt 3 maanden en bevat alle aspecten van de lange militaire geschiedenis van onze provincie. Die militaire geschiedenis is eigenlijk overal om ons heen, maar we zien het vaak helemaal niet. En dit festival brengt dat over het voetlicht. Op landgoed Bronbeek, waar oud-militairen hun dagen slijten, is die militaire geschiedenis zichtbaar gemaakt. Nee, voor niet. Nee. Laksa. In de bandritser 561 kunnen bezoekers in korte films de hoogtepunten van ons militair erfgoed meepakken. Ik had nog nooit van de slag om Gollen gehoord. Dus dat is nieuw. En ook voor de kinderen is het een leerzame dag,
Vooral de Romeinen trekken veel bekijks. Waarom vind je de Romeinen zo leuk? Nou, ze zijn apart. En je kunt ze nooit zien. In het echt kun je ze nooit meer zien. Niet meer terugvinden of zo. Dat lijkt me best wel leuk. En daarom is Gelegerd in Gelderland georganiseerd. Zodat we de komende 3 maanden allemaal wat meekrijgen over de militaire geschiedenis van onze provincie. En in het kader van het festival Gelegerd in Gelderland zendt Omroep Gelderland in juli en augustus de 6-delige serie Geef 8 uit over de dienstplicht in onze provincie. Honderden klassieke auto's zijn dit weekend te bewonderen bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Voor de 10e keer wordt daar het Concours d'Elegance gehouden. Het meest bijzondere tijdens het evenement is een klassieke auto van het merk Spijker uit het begin van de vorige eeuw. Zonder sigaartje hoor je er niet helemaal bij dit weekend in Apeldoorn. Maar belangrijker is natuurlijk dat je je eigen auto kunt showen en anderen kunt bekijken. Kopstuk van het concours is een voertuig van het Nederlandse merk Spijker uit 1906. En daar kunnen de dure Ferraris en Porsches volgens kenners niet tegenop. Er staan hier hele kostbare auto's op het veld, maar dat is voor deze auto niet het geval. Maar voor de Nederlandse autohistorie is die absoluut onschatbare waarde. Ooit zag de auto er zo uit. En ook al is het inmiddels een roestbak, de eigenaar is trots dat hij hem dit weekend kan showen. Ja, als je dan jouw barnfind kan presenteren op zo'n moment, dat is natuurlijk ultiem. Ik vind het gewoon echt een beauty om te zien. Thuis in de woonkamer? Vlakbij. Klassieke auto's, dure auto's en ook een beetje gekke auto's. De liefhebbers kunnen hun hart ophalen in Apeldoorn. En dat alleen mannen van auto's houden, is toch echt een illusie. Wij vrouwen houden daar ook wel van. U gaat hier niet verplicht mee naartoe? Nee, helemaal niet. Het is echt geen straf. Het is een hele mooie opzet ook. De omgeving is heel mooi. Het leent zich er ook prachtig voor. Het is echt een mannenwereld, maar ik vind het wel leuk om hier als vrouw toch in die mannenwereld te zijn. Ik hou van auto's. En die mooie stroomlijnauto is mijn auto, dus ik ben er trots op. Al zijn er natuurlijk uitzonderingen. Dat de chocoladeletters rond deze tijd van het jaar al klaar zijn, is een bekend gegeven. Maar ook de hulp Sinterklaasen en Pieten zijn al druk in de weer. Dat straks. 2 mannen hebben gisteravond een gewapende overval gepleegd op een woning in Arnhem. Ze belden rond 7:30 aan bij het huis aan de Rotterdamsingel. Ze bedreigden de bewoner met een vuurwapen en bonden hem vast. De overvallers gingen er met geld vandoor. De politie is op zoek naar getuigen. De politie heeft op de A1 bij Apeldoorn een Duitser opgepakt op verdenking van witwassen. In zijn auto lag een geldbedrag van ruim 20.000 euro. De man werd aangehouden toen hij op de snelweg tegen een vangrail reed. En op het bureau bleek dat zijn rijbewijs eerder al was ingenomen en werd het geld ontdekt. De politie onderzoekt of het door criminaliteit is verdiend. Ondanks de overname van vervoerder Syntus dreigt voor 40 van de 170 personeelsleden nog steeds ontslag. Dat zegt CNV-vakmensen. Gisteren werd bekend dat het Franse vervoersbedrijf Keolis voor 100% eigenaar wordt van Syntus. Vakbond CNV is blij dat het bedrijf een doorstart maakt. De ondernemingsraad gaat de komende tijd flink onderhandelen voor een goed sociaal plan. Bij een steekpartij in Doetinchem is gisteravond een man gewond geraakt. Een plaatsgenoot is aangehouden. Volgens de politie zijn de 2 bekenden van elkaar en kregen ze ruzie. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Op de campings De Mars en de Redelaagse Meren in Latem is vanmiddag een grote controle gehouden. Zo'n 90 mensen van politie, douane, marechaussee en de Belastingdienst deden mee aan de actie. De politie heeft 1 man aangehouden. Hij had 1 kilo wiet op zak en bleek op zijn terrein een kleine wietkwekerij te hebben. Verder zijn 4 auto's meteen in beslag genomen, waarvan 2 met een weggewerkt chassisnummer. De Belastingdienst stuitte op een totaalbedrag van 120.000 euro aan nog niet betaalde belasting. Van 3 ondernemers wordt de boekhouding nog nader onderzocht. En bij 12 boten wordt nog bekeken of ze betaald zijn met crimineel geld. 5 mensen hadden nog een boete openstaan. Het duurt nog bijna 1/2 jaar, maar toch zijn er nu al mensen mee bezig. De komst van Sinterklaas. Vandaag werd in het Harde het 3e Sint-symposium gehouden. Een symposium voor hulp Sinterklaasen en Pieten om zich optimaal voor te bereiden op het heilige avondje. Hoewel het zonnetje vanmorgen lekker schijnt, zijn de bezoekers in het Harde al helemaal in Sinterklaasstemming. De zomer is net begonnen en je wordt hier gesminkt als Piet.
Ja, maar we leven het hele jaar voor Sinterklaas natuurlijk. Het hele jaar zijn we ermee bezig. Het is nu wat vroeg, zou je denken, maar iedereen treft vandaag zijn voorbereidingen. Het is een beetje een start van het Sinterklaasseizoen voor de serieuze hulp Sinterklaas. En die serieuze hulpsint kan hier alles kopen wat hij nodig heeft. Van een professionele baard tot een prachtige mijter. Zelfs het boek van Sinterklaas is er in vele soorten en maten. Er zijn professionele staffen gekomen, de haarwerken worden heel professioneel, kostuums worden professioneel. En het enige wat er nog aan de uitmonstering ontbrak was een echt boek. Is het niet een beetje verouderd? Moet Sint niet aan de iPad? Dat moeten we zelf vragen. Dat moest ik dan maar eens doen. Maar aan wie eigenlijk? Want op dit symposium zijn er nogal veel mannen die door kunnen gaan voor Sinterklaas. U speelt natuurlijk ieder jaar voor Sinterklaas. Dat doe ik incidenteel. U bent toch gewoon Sinterklaas? De baard heeft u al? Ja. En dat is al meer dan de meeste mannen hier kunnen zeggen. Die moeten flink wat geld neerleggen voor het kapsel van de Goedheiligman. Maar wie denkt dat het alleen om de centen gaat, heeft het mis. Organisator Sander Klucht is een man met een missie. Ik denk dat het eigenlijk komt dat ik heel vroeg van mijn geloof af ben gevallen. Eigenlijk omdat het slecht verzorgd was in de woonplaats waar ik woonde. En dat ik dacht van nou, dat moet anderen niet overkomen. Laat kinderen maar zo lang mogelijk in dat mooie sprookje geloven. En zolang er 's morgens nog iets in de schoen ligt, zal dat best lukken. En voor het weer gaan we naar Reinier van den Berg. Er is wat warmer weer op komst, maar eerst moeten we nog door de zure appel van morgen heen bijten, want dan gaat het weer lange tijd regenen. Vandaag was het droog, maar aan de frisse kant. En op de satellietfoto zien we alweer een nieuw gebied met bewolking en regen op ons afkomen. Dit was het lage drukgebied van de afgelopen dagen. Hier een nieuwe die er vanuit het westen alweer snel aankomt. En daar hebben we morgen een groot deel van de dag mee te maken. Vandaag was het wat dat betreft vriendelijk weer, droog, wat rijen met onschuldige stapelwolken over Gelderland. De meeste zon in het westen, maar ook in Gelderland, liet de zon zich wel even zien. Vanavond is het nog droog en zelfs behoorlijk helder in de loop van de nacht. Dan gaat het van het westen uit regenen. Bij een zwakke tot matige naar zuid krimpende wind en minimumtemperaturen van een graad of 12. Morgen in de ochtend stromende regen op heel veel plaatsen. Volstrekt grijs, geen zon. En pas in de loop van de middag dan komen er geleidelijk aan ook wel een paar gaten in de bewolking. Ik denk dat we de zon vrijwel overal ook even te zien krijgen. Maar dan kunnen er ook nog altijd een aantal buien vallen. Kortom, morgenochtend overal stromende regen. Plaatselijk meer dan 10 mm. In de middag een paar opklaringen, maar ook buien. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt niet warmer dan 15 tot lokaal 17 graden. Maar het wordt dus wat warmer in de loop van de week. Tot en met woensdag nog temperaturen rond of onder de norm. Met maandag buien, daarna droog. En kijk eens naar de donderdag, dan komen we uit op een graad of 24. En tot zover het nieuws van vandaag, waarin u zag dat het UMC Sint Radboud in Nijmegen tientallen miljoenen moet bezuinigen. De kwaliteit van zorg loopt volgens het ziekenhuis geen gevaar. En dat het cultuurhuis zijn langste tijd heeft gehad en de voorzieningen onder één dak in Gelderland zullen verdwijnen. Dit was het. Ik wens u nog een fijne avond. Papa, mama, ik hou van jullie.